ik vertrouw er geen één eigenlijk. Zelf, jezelf, je familie ken je niet vertrouwen. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Het is een zootje in Den Haag. Na twee wethouders die zijn teruggetreden vanwege corruptie en het aftreden van burgemeester Pauline Krikke zijn er nu vertrouwelijke gesprekken uitgelekt. De redactie van Omroep West ontving gisteren geheime opnames van een gesprek tussen de commissaris van de Koning en de Haagse fractievoorzitters. Waarin onder andere werd bekendgemaakt dat Johan Remkes de waarnemend burgemeester van Den Haag zou worden. Ja, wie kun je tegenwoordig eigenlijk nog wel vertrouwen? Lekt u wel eens? Wat? Lekken? Waarmee? Met alcohol? Sorry, wat het? Gelekt? Heb ik iets gelekt? Nee. Nee. Dat gaat allemaal goed? Ja, gaat prima. Heeft u wel eens iets gelekt? Ja, als ik naar de wc moet. Ja, dat heb je als je ouder wordt. Ja, dat is oude man een probleem, hè? Lekken? Hoe bedoel je dat? Ja, inderdaad, op de wc of zo. Nee, ik kan dat zelfs gewoon plassen. Met urineren? Nee, niet met urineren. Nee, met belangrijke informatie. Lekt. Oh, nee, niet zo gauw. Ik vind jullie graag. Dus mijn geheim is veilig bij jou? Ik denk het wel, ja. Het moet kunnen. Het lekken is levensgevaarlijk allemaal, hè. Die weet het beter. En ze weten niks, hè. Heeft u wel eens iets gelekt? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben niet zo van het roddelen of het... Je bent integer? Ja, absoluut. Is er wel eens iets uit uw privéleven publiekelijk geworden, een geheim? Nee, niks. Nee. Niet echt. Nee. Heb je een geheim eigenlijk? Nee. Ik kwam ook niet achter geheimen die voor mij geheimen blijken te zijn. Ja, maar dat zijn persoonlijke dingen, dat ga ik hier niet vertellen. Nee. Niemand hoort het toch? Nee, ja, kijk. Dan lekken jullie het. Nee, man. Ik heb alles hou ik geheim, alles. Kijk, als ik suiker heb, hoe niemand weet het, ook suiker heb. Heeft u suiker? Ja. Nu weet iedereen het. Ja, al jaren. Hij lijkt als geheimen kennen ze ook maar verklappen. Roddelen kunnen ze wel van me. Ja, dat moeten ze zelf uiten. Ik ben niet alleen. Ik word altijd afgeluisterd. Ik word altijd geroezemoes, weet je. Nog meer geheimen? Nee, meer geheimen hebben we niet. Ja, ik vind het wel spannend. Ja, leuk hè. Ja, geen geheimen meer. Heb jij een geheimpje? Ja, heb je toch gehoord? Ja, heb je niet gehoord? Wat dan? Ja, hij is vreemd gegaan met die vrouw. Oh. En diegene die dat zegt, die loopt ziek bij de hoeren. Dus dat zijn allemaal van die lulverhalen, snap je? Wie vertrouw jij eigenlijk in jouw omgeving? Mijn kinderen. Ja. Dat is een hele goede vraag. Daar hadden wij het net over. Helemaal niemand. Niemand is te vertrouwen? Nee. Nou, ik vertrouw sowieso haast niemand. Nee. Ja, je kan eigenlijk niemand meer vertrouwen, denk ik. Nee. Vertrouw jij mensen in jouw omgeving? In mijn eigen omgeving wel, maar het zijn er weinig. Ja? Ik kan zelfs mijn eigen personeel niet vertrouwen. Dus dat is heel stom, maar je moet altijd uitkijken wat je zegt tegen iedereen. Ja, dan weten ze dat ook gelijk. Ja. Je vertrouwt ze voor een meter. Daarom. Ik ben echt een goede kameraad, dat is de enige. Verder niemand weet het. Zelf mijn familie weet het niet. En die is 100% te vertrouwen? Ja, 100%. Die vertrouw je meer dan je familie? Ja, man. Dat sowieso, man. Mijn familie is niet te vertrouwen, man. Nee? Wat dan? Nee, dat is helemaal... Ik vertrouw er geen één eigenlijk. Jezelf, je familie ken je niet vertrouwen. Heeft u nog een wijze raad voor onze kijkers? Niet iedereen vertrouwen. Heb je nog een bemoedigend woord voor de Haagse burger? Want het is wel een rotzooitje op dit moment. We are the ones. Wij zijn degene. Haagenezen. Behoor ik even naar Den Haag. Ik moet niet verder kijken. Keep it cool. Moet het in het midden houden. Weet je, dat vuur om ons heen. Dat toch wel. Iedereen raakt. Het komt wel weer goed. Zeker weer doen. Later. Later, Berger.